Zeven weken lang moest de Zonnebloem zijn thuishaven aan hem verruilen voor Wageningen. Oorzaak: de lage waterstanden in de Gelderse rivieren. De loopplank werd op een gegeven moment te steil, waardoor mensen met een rolstoel of op andere manieren niet meer aan boord konden komen, maar ook niet veilig van boord kunnen. Dat probleem was vandaag door het stijgen van het water gelukkig opgelost. De waterstanden waren de afgelopen weken historisch laag. Wat te denken van deze jachthaven in Giesbeek, waar diverse plezierjachtjes kwamen droog te vallen. Ja, normaal staat het ongeveer, als je op de peilstok kijkt, ongeveer op een meter of zeven. Ja, en we zitten nu op 4 meter ongeveer. Voor de grote Zonnebloemboot betekende het dat er geen vakantiereisjes meer naar Duitsland gemaakt konden worden. Welkom aan boord. De Rijn was te ondiep. Er kon alleen nog op bepaalde plekken in Nederland gevaren worden. De kapitein van de Zonnebloem had zoiets nog nooit meegemaakt. Ja goed, wel laag water, maar echt uitwijken naar een andere plaats. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Overigens komt de verhoging van de waterstanden op een wel heel gunstig moment. Want nu kan de Zonnebloemboot weer naar Duitsland varen. Precies op tijd voor de prachtige kerstmarkten. Ik vind die kerstmarkten juist wel leuk. Ja. En nu meneer? Nou, ik ben niet zo op die markten, want er is te slinter, hè. Maar het moet maar een keer. Hè? Overigens was niet alles negatief. Omdat de afgelopen weken alleen nog maar vakantiereisjes door Nederland gemaakt konden worden, is er wel het nodige geld bespaard. Ja, trekken wij. Ja, globaal ongeveer een 50.000, 60.000 euro. Zowel aan brandstof als aan lichtgelden.